kent onze Kevin, hè, Eddie. Als hij niets in zijn hoofd heeft... Ja, maar dat is niet onze Kevin, hè, Rita. Het is onze pa die de Kevin in de remise gezet heeft. Oh, dat is niet alleen onze pa, hè. Onze Kevin heeft daar ook bewust voor gekozen. Ja, en jij hebt mij toch ook eens kunnen bellen? Eddie, ik heb daar nu geen tijd voor. Ik moet gaan werken. Zeg, Rita, wacht eens even. Wacht eens even. Ja, ik heb nog zo eens zitten nadenken, hè. Kunnen we elkaar niet terug wat meer beginnen zien? En dat spijtig voorval achter ons laten. Spijtig voorval? Ja? Achter ons laten? Jij bent wel vreemd gegaan, Eddie. Ja, je kunt me dat niet blijven verwijten, hè, Rita. Ben ik daar aan toe? Ja. En jij er al eens over nagedacht, misschien? Elke dag. En ik heb daar spijt van. Spijt? Ja, spijt. Zelf medelijden. Nee, spijt. Je hebt nog niet eens je excuses aan. Ja, ik ben wel degene die dat hier boet, hè. Jij boet? Ja, ik ja. Om je vijver met je vis. Ah, wel ja, gooi nog wat zout in de wonden, ja. Ah, wel, doe dat, Rita. Een prettige werkdag. Zeg, hé. Hey. Godverdomme, hè. Hey.